eiland en onverwachte mensen. Die zo worden. En de moeder eiland heet. De dode hond. Ja, weet je hoe je er gedaan komt? Nee, dat weet ik helemaal niet. Er ligt een hond. Het is een artikel met kunstmatige eiland. Okay. Maar een ringdijk met drijfzand. Ja. Dat is een gepoten weg, 30, 35 jaar geleden. Zomer, winter, maakt niet uit. Maar het regent ook. Ja, het is ook een stuk prettiger. Ja. Kijk, er is in de winter weinig water. Ja. Daar varen we in principe. En dan vind je het vroeg door het ijs. Ja, daar ga je. Ja. Ja, dat was die hond. Ik ken ook zo'n vraag van wat in het water liep, broer. Van Nijkerk. Soms even. Ja, het goed op de hoogte, meneer. Ja, een beetje. Hoezo komt dat? Geen idee. Hebben we zelf mooie kruisers voor de SQ? En de Nijkerk is een vaardigheidsregeling. Ja, daarom zei ik al, we kunnen die kant op. Dat scheelt er net een twee uur reizen. Grote vlijlijn zijn sporen. Barneveld. Bussum. Ja, hij zegt dat is leuk, dus daar kom ik even die kant op. Ja, ik kom daar in feite nog even dichterbij. Bussum. Bussum. Ja. Ja, misschien. Gaan we nog naar huis of zo? Ja, kan ja, nee, waarom niet? Ga je dan naar huizen? Nog een aardig stukje hier vandaan hoor. Ja, hoeveel kilometer ongeveer? Op de bus kun je dan voor je bij het station vlak achter zetten. De bus bij je afgeplaatst. Ja. Kijk er zo wel even. Mm-hmm. Leuk, ik heb het een beetje slecht leuk om naar de andere kant te kijken. Dan krijg je de Nicolaas Wijzenbeek en de Huizer. Dan gaan we even kijken zo. En op de Huizer heb ik vorige keer meegevaren. 5 over 1, dus we kunnen best even kijken zo. Ik bedoel, Raymond, heb ik dinsdag ook al de hele dag. 11 uur weer op Amersfoort. Als het allemaal gaat zoals de routeplanner het zegt. Houd je er rekening mee dat er stakingen zijn dinsdag? Ja, maar dat draait niet. Ja, vandaar dat ik met Boes. Ik zie mijn kerktoren. Toren, zijn best. Mitchell heeft het geregeld, hè, dat ambulance komt in Nijkerk. Ik snap daar wel waarom. Ja, dit is hier ook nog in de kant.
Nederlands.